bovenaan in de beschrijving staat er een linkje naar mijn geheime YouTube kanaal. En alleen mensen die niet bang zijn kunnen erop abonneren. Er komen gave video's aan! Dat is waar. Dit sms-verhaal kan eng zijn, spannend zijn. Kijk het, op eigen risico. Deze anonieme persoon typt. Wat een leuk potje net. Pardon, wie ben jij? Zegt de dame. Je speelde net Roblox. Ja klopt, maar wie ben jij? Ik ben degene die jou net inhaalde tijdens het parcours. Omg, jij bent die valsspeler? Je had overduidelijk cheats aan. Als de wereld vals speelt, moet ik wel meedoen. Oké, dat klinkt gewoon eng, zegt de dame. Wie ben je en hoe kom je aan mijn nummer? De anonieme persoon zegt. Ik ben degene die je net in Roblox zag. En hoe ik aan je nummer kom, dat is beroepsgeheim. Oké, in Roblox zag je er mega eng uit en je had een stomme naam. Een stomme naam? Ja, wie noemt zichzelf nou weer Jonge 123? Kon je niks beters bedenken? Dat is geen stomme naam. Oké, whatever, ik ga er vandoor. Nu al, Lila? Wacht, zegt Lila. Hoe ken je mijn naam? Ha, jij kent die van mij nu ook, toch? Jonge 123, ja maar, dat is je Roblox naam. Nee, dat is ook mijn echte naam. Omg, dat is triest. Wie noemt zijn kind nou Jonge 123? Ik vraag het nog één keer. Wie ben jij en hoe kom je aan mijn nummer? En waarom speelde je net vals in Roblox? Zo verpest je het voor anderen. Jonge 123 zegt, ik verpest het voor anderen? Anderen verpesten het voor mij. Wat? Hoezo? Zegt Lila. Ik ben niet zomaar wie ik ben, Lila. Omg, vertel. Stel gewoon je verhaal in plaats van deze mysterieuze onzin. Weet je zeker dat je dat wilt weten? Lila zegt, eigenlijk niet, maar je bent irritant, hè? Dus vertel me dan maar iets zinnigs. Ik hou van gamen. Ik hield altijd al van gamen. Maar vroeger had ik niet altijd geluk. In Minecraft gebeurde dit. Oh, snap in de lava. En in Roblox, dat leuke Roblox, gebeurde dit. Oh, hij werd gepest, getreiterd. Er waren overal valsspelers. Mensen die mij inmaakten om zelf te kunnen winnen. Na 10 dagen was dat vervelend. Na 100 dagen was het heel vervelend. En na meerdere honderden dagen besloot ik wraak te nemen. Wraak? Vraagt Lila. Hoe dan? Die valsspelers waren niets vergeleken met mij. Wat hun konden, dat kan ik ook. Valsspelen? Vraagt Lila. Meer dan valsspelen. In Minecraft... Oh my gosh, hij kijkt door stenen heen. Om oors te vinden, kon ik door muren kijken en pakte ik alle diamanten weg. En in Roblox, haha. Hij is aan het hacken. Wacht, wat? In Roblox kraakte ik mensen hun Roblox-accounts en pakte ik al hun Robux. Omg, maar dat gaat verder dan alleen vals spelen, zegt Lila. En daarom ging mijn beloning ook verder. Oh my gosh, hij heeft superveel diamonds in Minecraft. En natuurlijk in dat leuke Roblox, haha. Mega veel Robux. Maar dat is niet hoe je het hoort te krijgen. Duizenden diamonds. Duizenden Robux. Ik was onverslaanbaar. Maar zo wil toch niemand met je spelen? Dat wouden ze toch al niet, zegt Jonge 123. Dus ik besloot nieuwe vrienden te maken. Wat, zoals wie? Nou, hem. Oh! Is dat Pennywise in Roblox? Mijn grote vriend Pennywise in Roblox. Maar natuurlijk ook haar. Is dat Granny in Roblox? De liefste oma in heel het Roblox-universum. Maar ook mijn beste vriend Jeff. Hij heeft alleen maar creepypasta's als beste vrienden. Dat wil je toch niet? Ze zijn net als ik. Ze zijn niet bang voor anderen. Omg, maar dat zijn allemaal creepypasta's, zegt Lila. En in Minecraft dan? Mijn vrienden in Minecraft? Nou... Zou je dat willen? Met Jason kon ik het goed vinden, zegt Jonge 123. Maar natuurlijk ook. Oh, Slender? Mijn lange vriend Slenderman. En oh ja, mijn sidekick is onmisbaar. Wacht, wat is er met hem? Glitch? Noemt Jonge 123 hem. Waarom is zijn skin geglitcht? Vraagt Lila. Jonge 123 typt. Zijn skin was zo eng dat de Minecraft-systemen het niet konden verwerken. Omg, maar hun wil je toch niet als vrienden hebben? Ik had geen keus, zegt Jonge 123. En zelfs nu word ik niet geaccepteerd. Hoezo dan? In Roblox? Hij is geband in Roblox. Omgeband, zegt Lila. In Minecraft? Hij is geband in Minecraft. Ook geband, zegt Lila. Ja, dat komt omdat hij zich niet normaal gedraagt. Dus daarom dat ik mijn eigen spelletjes bedenk. Maar als je geband bent, hoe ben ik je dan net tegengekomen in Roblox? Lieve Lila, met mijn creepypasta vrienden kom ik eens in de zoveel tijd overal binnen. Je hebt gewoon geluk gehad dat we in dezelfde game zaten. Geluk? Dit is super eng. Jij bent eng. En dat vind je nu al. En dan heb je mijn echte Roblox skin nog ineens gezien. Echte Roblox skin? Echt wel. Je had blond haar en je droeg een zonnetje.
zonnebril. Je denkt toch niet dat dat mijn echte skin is? Wacht, hoezo? Wat is je echte skin dan? In openbare games vermom ik mijzelf zodat ik niet geband word. Mijn echte skin? Ha, is dit. Ah. Omg! Wat? Zegt Lila? Waarom draagt je skin een masker? Goede vraag. Jongen 123 zegt... Omdat zonder Lila alle games direct crashen uit angst. Oké, maar weet je? Whatever. Een skin is toch niet echt. Het is alleen maar in een videospel. Maar ik besta wel echt, zegt jongen 123. Dus, in het echt zie je er niet uit zoals je skin. Klopt. Enger. Ja, dat geloof ik direct, zegt Lila sarcastisch. Oh, je gelooft het niet, zegt jongen 123. Oké. Hij gaat geen foto sturen, toch? Oh! Is dat hoe jongen 123 er in het echt uitziet? Het is nog enger dan zijn skins. Omg. Oké, ik ga er vandoor. Ik wil niet praten met een creepypasta. Jongen 123 zegt... Oh nee, dat heb je al eens eerder gedaan, Lila. Echt niet, zegt Lila. Dus meisje 123... Dat zegt jou niks? Oké, maar dat is lang geleden. Denk na, meisje 123, jongen 123, ik. Wat? Ja, nu je het zegt. Wat hebben jullie met elkaar te maken? Lila, jij hebt gepraat met mijn vriendin. Omg, wat? Meisje 123 is jouw vriendin? Ja, zegt jongen 123. Daar geloof ik niks van. Ze bestaat geen eens. Oh nee? Dus die foto is niet echt? Foto? Welke foto? Deze, Lila. Oh, is dat meisje 123? Ze is super eng. Omg, is dat meisje 123, vraagt Lila. Ja, prachtig is ze, zegt jongen 123. Ik ga mijn vriendin toevoegen in dit gesprek, zegt Lila. Ik zou dat niet doen, Lila. Te laat. Brit is aan het typen. Hi, zegt Brit. Lila zegt... Hey Brit, kan je me even helpen? Brit zegt... Tuurlijk, schat. Wat is er? Lila zegt weer... Je zit in een gesprek met iemand anders nu. Oh, met wie dan? Lila zegt... Met een gekke gast die zichzelf voordoet als creepypasta. Wie dan? Vraagt Brit. Hoi Brit, zegt jongen 123. Wie ben jij? Vraagt Brit. Drie keer raden. Lila, wie is dat? Jongen 123 noemt hij zichzelf. Ook nooit van gehoord, zeker. Brit zegt. Omg, Lila, waarom heb je me toegevoegd? Wow, Brit, rustig. Hoezo? Ken je het verhaal niet? Zegt Brit. Welk verhaal? Jij bent persoon 1. Jij hebt mij toegevoegd. Ik ben persoon 2. En ik word nu gezocht door... Persoon 3. 1, 2, 3, zegt jongen 123. Brit, hoe... Hoe bedoel je? Jongen 123, hij komt mij halen. Zo werkt de creepypasta. Oh my gosh. Maar Brit, dat is toch allemaal bedacht? Nee hoor, zegt jongen 123. Ik ben er bijna. Oh, waar is die dan? Brit typt en zegt... Omg, dat is het park bij mij in de buurt. Lila typt en zegt... Wat? Jongen 123, wat ben je van plan? Brit zegt Lila... Volgens het verhaal gaat ze mee naar mijn pretpark. Pretpark? Welk pretpark? Brit. Hallo Brit, waarom reageer je niet? Brit, hallo, ben je er nog? Jongen 123 typt. We zijn net aangekomen bij het pretpark. Oh! Doei Lila. Oh my gosh. Dit verhaal was mega creepy. Dus eerder hebben we een verhaal gelezen over meisje 123. En schijnbaar heeft die een vriendje genaamd... Jongen 123! Precies. En het verhaal van jongen 123 is als volgt. De tweede persoon die wordt toegevoegd aan het gesprek met jongen 123... wordt gehaald door jongen 123. En dat is wat er dus zojuist is gebeurd met Brit. Oh my gosh, dit is zo creepy. Dus schijnbaar is het een soort van Roblox bad guy, een Minecraft bad guy, een... Bad guy, bad guy? Ja. Om het mee af te sluiten, even iets... Milders. Ik heb een grappige mop, Lola. Kom maar op, Mira. Ik ben benieuwd. Even de angst weghalen. Er zitten twee vliegen op de kale kop van een oude man. Zegt de ene tegen de ander. Weet je nog dat we hier vroeger verstoppertjes speelden? Oh my gosh. Op het hoofd van de kale man. Hoe kan dat nou? Omg, die is zo droog, zegt Lola. Oké, ik heb er ook één. Kom maar op, zegt Mira. Waarom zet een dom iemand lege flessen in de koelkast? Nou, vraagt Mira. Voor de mensen die geen dorst hebben. Oh my gosh. Die is echt heel slecht. Omg, oké, die is goed. Nog één dan, zegt Mira. Zegt iemand, ik ga dit jaar op vakantie naar Zicht. Zegt de ander, Zicht? Waar ligt dat dan? Zegt de één weer, geen idee. Maar in de krant stond, lekker weer in Zicht. Die is zo slecht. Omg, die is echt heel slecht, zegt Lola. Oké, de allerlaatste. Wat is het toppunt van nieuwsgierigheid? Geen idee, zegt Mira. Lola zegt, door het sleutelgat van een glazen deur kijken. Omg. Wauw, oké, ik moet zeggen, dit heeft de angst een beetje weggehaald. Jongen, 1, 2, 3, ja, nu ben ik weer bang. Abonneer op mijn geheime YouTube-kanaal, link boven in de beschrijving. Binnenkort de eerste video's. Dit was spannend en creepy. Like voor meer enge sms'jes en adios.